Hey YouTube, mijn naam is Kevin en welkom in deze nieuwe video. Nu, ik ga stoppen met mijn naam te noemen in video's. Want eigenlijk weten jullie wel wie ik ben, want mijn naam is mijn kanaal. En het telkens opnieuw noemen van mijn naam zou toch wel debiel zijn. Maar goed, we gaan verder naar de video. We gaan verder naar Project Rainbow. Ik zal je vandaag voorstellen wat Project Rainbow is. Ik neem jullie daarvoor eventjes mee naar buiten. Zoals jullie weten had ik nog een 120 centimeter bak die eigenlijk bedoeld was voor naar... Pieter. Pieter heeft al gezegd, ja, ik ga die toch niet gebruiken, zeg, geen probleem. Ik ga er zelf iets mee doen. Ik heb wel zitten denken, wat zou ik ermee kunnen doen? Het kon niet binnen, maar wel buiten. En daarvoor heb ik Project Rainbow in het leven geroepen. Ik zal jullie voorstellen aan mijn vorige aquarium. Van zo'n 220 liter. En hier komen dan visjes in. Hè. En de welke vertel ik u dan zo. Even uitleggen wat er de bedoeling is van alles. Goed, zoals jullie kunnen zien hebben we daar links een blauwe ton staan en hebben we daar een aquarium. Wat is de bedoeling? Deze ton wordt de filter. Deze mooie ton van een 50-60 liter wordt een filter. Een grote filter, ja, jullie kennen mij, ik hou van toch grote filters. Of toch genoeg filtratie. En hier hebben we het aquarium. Die staat nu al een beetje op hoogte. Nu, ik zal het nog waarschijnlijk anders doen. Het is dan de bedoeling, zoals je op de tekeningen hebt al kunnen zien, dat dat wordt afgewerkt allemaal in bankirai. Dat is een houtsoort die buitenbestendig is. Er liggen hier al wat PVC-buizen voor de leidingen en zo. Waarschijnlijk ga ik ook een beetje gaan werken op aquaponics. Daar ben ik nog niet volledig aan uit. Waarschijnlijk ga ik ook zorgen dat er hierboven nog een bloembak of dergelijke of iets met riet. Dat weet ik nog niet. Het gaat komen om dan aquaponics te doen. Misschien dat dat wel een goed idee is. We zullen zien. Dat is nog niet zeker, maar ja. Het wordt mijn voorjaarsprojectje. Dus tegen de zomer. Het is nu een ideaal moment om ermee te beginnen. Want de zomer komt eraan. Het is prachtig weer. Het is ideaal weer om buiten te gaan werken. Ik ga even meenemen terug naar binnen. Zodanig dat ik jullie zie wat ik nog eenmaal van plan ben in deze video. Dus we hebben hier terug, zoals jullie zien, enkele stukjes PVC. Ook ander PVC, lijm, klokboor voor straks hebben we ook nodig. Dus ja, ik ga vandaag de filter maken. Ik ga hem niet volledig, want ik heb mijn filtermateriaal niet. De bedoeling is dat de filter eigenlijk een grote potfilter wordt. Hè? Dus ik had eerst gedacht aan bewegend bedfilter en dergelijke, maar ik ga eigenlijk gewoon een simpel en eenvoudig te maken filter. Iedereen kan die maken. Het is eigenlijk een grote potfilter, hè? Een grote Eheim of een grote GBL of een grote Fluval. Natuurlijk niet zo krachtig, want het is een pompje van 1600 liter die ik erop ga zetten. Maar misschien het heel belangrijkste, welke visjes komen erin? Ik heb gekozen Project Rainbow. Project Rainbow zeg het eigenlijk al zelf. Ik ga er Rainbow Shiners in stoppen. De naam, de Latijns naam, zullen jullie hieronder zien. Ik ken die zelf niet goed van buiten. Ik zal het niet zeggen. Maar de Latijnse benaming komt hieronder. Dit zijn Noord-Amerikaanse visjes. Die toch wat tegen verschillende hoge en lage temperaturen kan. Hele mooie visjes, prachtig van kleur, zeker als in paaitijd, echt heel mooie visjes. Er kan er ook mee gekweekt worden, dus we zullen zien wat wordt. Er komen er een 30 tot 50 in. De aantallen weet ik nog niet, ik ben aan het bespreken met iemand hoeveel ik er zou gaan in doen. Ik ben wel benieuwd. Het was een ganse bedoeling om dat hier thuis te krijgen, of goed te krijgen, de vrouw aan Mewo. Maar goed, ik zie het helemaal zitten. Ik ga niet tonen hoe ik die filter maak. Ik zal wel tonen hoe de opbouw is, dus hoe ik de opbouw ga doen. Ik zal dat misschien nu doen. Want iedereen kan wel een haatje maken, denk ik, hoop ik. Als het niet kan, laat het doen door iemand of vraag mij.
Kevin, kan je mee komen helpen? Ik wil dat gerust doen, tenzij ik 500 kilometer moet doen. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Maar ik wil gerust. Hij zegt van, ik wil dat ook wel proberen. Geen probleem, bel mij. Ik kom af en ik kan jullie zeker helpen. Of bel mij. Of, de meeste mensen hebben mijn nummer niet. Laat een berichtje achter Facebook, YouTube, Instagram. Geen idee. Ik ben wel overal te vinden. Goed, ik ga even uitleggen hoe de filter hoe te werk zal gaan met de filter. Even terug naar buiten. Dus de filter, ik heb die gekocht, die pot, die ton heb ik gekocht voor zo'n 7 euro, dacht ik. Ja, 7 euro was het, dus tweedehands teruggevonden. Die werd gebruikt voor voederinstellingen, dus ik heb die nu al goed uitgespoeld en zo. Het voordeel is, ik heb er ook zo'n klem bij gehad, dat is wel heel interessant. Wat er gebeurt, dus ik ga, dus de pomp gaat natuurlijk in het aquarium. Die gaat water oppompen naar boven. In de ton. In de ton gaan we naar beneden gaan met een buis, dus waarom ik die buis heb, gaan we naar beneden gaan. En daar wordt er een klein systeempje die zorgt dat het water naar boven terug zal komen en dan hier terug een afvoer. Het is ook belangrijk dat de afvoer, misschien wel leuk om te weten, dat de afvoer, dus ik ga werken met een inkom van 25 dik en dat de afvoer eigenlijk 50, is het dubbele. Dat is ook een belangrijk weetje. Dus dat wat ik terugvond op het internet en op andere video's waar zij die maken. Het filtermateriaal heb ik nog niet, dat heb ik al gezegd, dacht ik. Ik ben nog niet zeker, dus wat gebeurt hier? Wat er waard? Hier komt er nog een kraan ook, ik heb die nog niet binnen. Hier komt er nog een kraan ook om dan hem te kunnen laten afvloeien als het nodig is om de filter te reinigen. Het water wordt dan naar boven door verschillende filtermaterialen. Welke ik ga gebruiken? Ik dacht eerst aan Ciprox, maar ik denk om iets anders te gaan gebruiken. En het water wordt gefilterd en terug in het aquarium. Waarschijnlijk zal ik nog dus een systeem maken voor de aquaponics, maar dat is nog niet 100% zeker. Goed, we gaan beginnen aan de filter. Ik zal u dan straks de uitkomst tonen van deze filter, hoe het eruit zal zien. Ik zal die ook eens laten werken dan, als alles droog is van lijm. Dus ik weet niet of het vandaag allemaal droog gaat zijn van lijm die ik nodig heb, maar we zullen ons best doen. Tot zo. Zo, ik heb al wat zitten knutselen hier buiten in het zonnetje. Het is echt gezellig, zalig weer. Het is nog niet vastgelijmd. Ik zal je een beetje tonen hoe die filter nu in elkaar zit. Het is denk ik vrij simpel. Dus, we hebben hier de in en de uit. Die zitten hier op dezelfde hoogte. Is dat nodig? Dat heb ik geen idee van. We zullen dat straks wel zien als we de filter gaan testen. Dus we hebben onze in, die loopt hier naar binnen, naar een buisjes. Die lopen dan naar beneden. En beneden, het is een beetje moeilijk om te zien, staan er dan een T-stuk en twee boogjes terug. Het water zal dan hierin draaien en dan zo naar omhoog komen. Dus hier komt er nog een rooster. Dus hieronder wordt er eigenlijk niks geplaatst. Hierboven komt er nog een rooster, die heb ik ook nog niet binnen, die moet ik nog krijgen. Hier komt een rooster, komt er een filtermat op en daarop komt dan het filtersubstraat of het filtermateriaal die ik ga gebruiken voor de visjes. Dus ik zal ook een tip, lijmt die niet vast als je die zo gaat lijmen, zodat je hem kan uithalen. Het is een beetje een prutswerkje, maar je kan hem uithalen. Ik zal het zo meteen een keer tonen. Zo, dus dat is het. Om te tonen wat het is, dat is eigenlijk de binnenkant. Dus hier komt het water in, loopt naar daar. En dan uit deze twee zijkanten lichtjes naar boven gericht, zodat er een mooie draaiing of een kolk wordt in de filter. En zo alles naar boven komt. En dan hier weer alles uitloopt. Nu, dus zoals ik zei, hier niet vastlijmen, dan heb ik eruit halen voor reiniging of zo. De rest wil ik wel gaan vastlijmen. Met gewone PVC-lijm, dezelfde lijm die ik gebruikt heb voor de spraybar. Dus ja, het wordt wel leuk, denk ik. Hé, hey, dat is stil, hè. Kom een keer kijken wat papa bezig is. Ja, hier houden ze aan het meekijken. Ja. Dus ja, we gaan een keer kijken. Ik denk dat ik hem eerst eens zal testen. Ja, mate. Ja, maar jak, nu kijk je ook graag. Jak. Ja. Ik denk dat ik hem eerst keer ga testen. Om te zien of alles gaat. Als het nog niet gelijmd is, kan ik wat de stukken gaan niet loskomen. Maar we gaan een keer testen. Hè. We zijn aan het vullen. Ja,
plastic natuurlijk hier, ik ga die straks wel uithalen. Je ziet mooi die draaiing, dat is de bedoeling die ik wil voor de filter. Het duurt wel eventjes tot alles boven. We hebben hier een beetje een lek, maar dat is nu zo geen probleem. Ik heb nog geen klemmen, die moet ik ook nog voorzien. Die moeten we dan ook nog eens bekijken. Voor die lek, ik weet het niet, eigenlijk komt vandaar, oké, geen probleem. Hij is hem bijna boven. Laten we zorgen dat hij een beetje recht staat, uiteraard. En dan zien we wat het geeft. De afvoer kan ik uiteindelijk nog langer maken. Dit is nu een probeersel die ik heb. Als ik dat stuk heb, kan ik er van alles op monteren. Dus een afvoer van 50 en een invoer van 25. We zijn bijna boven. Even helpen recht zetten. Kijk, het eerste water loopt er nu uit. Het is de bedoeling eigenlijk dat het water hier niet overloopt. He. Dus dat er mooi een alles wegloopt. En zo te zien lukt dat vrij wel. Gaat hij niet overlopen. Ik ga even de ton nog beter ondersteunen. Ja. Dat is nu uiteindelijk de bedoeling. Nu hebben we hier nog een lek. Ik moet dat nog allemaal dichten. Dat is nu allemaal een probeersel. Maar zo te zien lukt dat aardig. He. Aardige filter. Nice. Zo, ik heb alles uitgezet. Ik ga nu ook alles gaan plakken, vastzetten, zodat er geen lekken meer zijn. Ik moet nog achter inoxe spanningen gaan, dus dat gaan we dan ook zo doen. In de volgende video ga ik jullie tonen hoe ik de filter ga opbouwen. Dat is wel toch belangrijk, hoe ik dat ga doen, dat jullie dat ook kunnen zien. Ik ga hem dan ook opstarten. En dan gelijk lang. Terwijl hij aan het opstarten is, ga ik de omkasting maken met de bankkeraai. Dat zal je er ook wel zien. Dat is wel spannend. Ik zie je in de volgende video. Mochten jullie deze of dit project leuk vinden, laat het weten met een duimpje. En laat het zeker weten in een comment hieronder. En ik zie jullie in een volgende video. Ciao.